hebben de kinderen vandaag gedaan hier? Ze hebben watertuinen gemaakt met bloemetjes daaromheen. Het zijn echt kleine paradijsjes. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat ze hele composities hebben gemaakt met eigen speelgoed. Maar allemaal hele lichtgewicht dingen, omdat het in het water terecht gaat komen. En wat gaan jullie met die tuintjes doen? Op een dag te gaan. De andere kinderen van de tweede Marnix, die hebben ook 3 tuintjes gemaakt. En die komen dus bij elkaar en die gaan ook een paar dagen samen liggen in het water. Kan je laten zien wat je gemaakt hebt? Ja, we hebben hier een hotel gemaakt. Hier is de boerderij. Nog een paar huizen in de stad. Hoe hebben jullie dat allemaal bedacht? We hebben bedacht dat we in Utrecht wonen en dat het een hele leuke stad was. En dachten we gaan het namaken. Waarom heeft u gekozen dat de kinderen deze tuinen maken? Nou ja, ik dacht vrede, ik dacht paradijs. En ik dacht aan het water. En toen dacht ik, in plaats van een tuin, hè, paradijs is een tuin. Hof van Ede, hè. Hof betekent tuin. En ik dacht, ja, dat is leuk als ze een tuin maken. En omdat het in het water kan liggen, is het een watertuin. Als je nou nog een keer denkt, ik wil het eens een keer met iemand goed maken met wie ik al heel lang ruzie heb. Dan kan je hier je naam zetten en hier je andere naam of je letter of een geheime boodschap om het weer goed te maken. Wat is voor jou vrede? Sommige mensen vinden het niet leuk, want hun leven in Afrika. En daar is er heel veel dingen gebeurd. Nou, dat vonden wij niet leuk. Dus daarom gaan wij samen met elkaar spelen. Geen ruzie maken. Conflicten oplossen, want wij willen allemaal leuke dingen meemaken. Wat is voor jou vrede? Dat mensen geen oorlog meer mogen maken, maar gewoon vrede met elkaar mogen hebben. En dat je gewoon lief voor elkaar mag zijn. Wat gaat u met deze bomen doen? Ja, het lijkt een beetje alsof je bidt. Dus je doet hem op een vlagje, op een blaadje. Dan wappert in de wind. En dan gaat het gelijk door naar of God of naar Allah of in de wind. Als je niet in God of Allah gelooft. Maar dan kan je een klein beetje relief, een beetje opluchting geven aan je conflict.